Ik wil eigenlijk eerst de case weer uitleggen. En dan gaan jullie zelf weer aan de slag met de case. Dat gaan we plenair bespreken. Net had ik, vanochtend had ik dat gedaan. In deze case wil ik het anders doen. Dat nou ja, een aantal duo's de vraag gaan beantwoorden van hoe zij dat hebben uitgewerkt. En dan bespreken we weer van nog aanvullende vragen of discussies. Nou, tussendoor heb je de vrijheid om 10 minuten even kort te pauzeren. Dus dat is een beetje het programma. Nou, in deze case bedoel ik dus dat we echt de diepte ingaan. We gaan ook echt assembleren, maar dan op deelaspecten. We gaan niet al die gegevens weer invoeren, want daar hebben jullie al ervaring mee. Dat is wel de bedoeling dat jullie op die deelaspecten dus zelf ervaren van wat gebeurt er dan? Kan ik dat verklaren en hoe ga ik daarmee om? De opzet van de case is dat we niet 4 toetsporen pakken, maar alle toetsporen. Al die toetsporenresultaten die zijn, we beginnen op een punt dat ze allemaal ingevuld zijn. En de vraag die elke keer voor ligt is, gaan we verder toetsen of niet? Dus in principe, we hebben voor de verschillende toetsporen hebben we verschillende toetsen gedaan. We hebben een bepaald toetsoordeel. En de vraag is, wat gaan we doen daarna? Gaan we verder toetsen of stoppen we en gaan we het veiligheidsoordeel opstellen? Doen we op verschillende niveaus, doen we voor een aantal toetsporen en doen we uiteindelijk op trajectniveau. En gaan we bekijken op toetspoorniveau en op trajectniveau. We pakken een ander traject, het traject die daaronder zit, dat is 22.1. Er zijn een aantal toetsporen, eigenlijk dezelfde die vanochtend, die zijn gebaseerd op VNK en op de derde toetsronde. Macro-stabiliteit, binnenwaarts, piping, micro-instabiliteit en gaserosie, kruin en binnenteluut. De rest van de gegevens zijn fictief. Die zijn zodanig gemaakt dat we in die case wat dingen kunnen bekijken. Dat is in feite de instructie. Hans die deelt nu een formulier uit met de vragen en de instructies. Het bestand staat eigenlijk op hetzelfde, maar dan case 2. Bureaublad water, case 2 en dan case 2, traject 22.1 start. Er is ook nog een ander Excel-blad, correlatie. Stabiliteit binnenwaarts, faalkans tegen stabiliteitsfactor. Die heb je nodig bij macro-stabiliteit binnenwaarts. Volgens mij vraag 2 of 3. Dan hoef je dat niet zelf uit te rekenen, maar daar heb je een sheet voor. En het idee is dus dat eventueel een tweetallen of alleen dat jullie die vragen beantwoorden. Ik denk dat het in deze case handig is dat jullie wel met tweetallen werken. Want dan leer je ook van elkaar wat de afwegingen zijn. Want het zijn allemaal vragen, deel maar doe dingen. En dan gaan we aan het einde bepalen welke duo de eer heeft om het in de groep toe te lichten. Succes. Wij lopen, Ferdinand en ik lopen weer rond. Dus als er vragen zijn, kom dan langs. We zitten al op een bepaald traject in de assemblage. Hè? Er komt nu voor het veiligheidsoordeel een C uit. En dit is hetgeen wat al qua assembleren aan oordelen op het toetspoorniveau al is bepaald. En de vraag is, welke toetsporen gaan we nog verder toetsen? Ja of nee? Om eventueel die C die hier staat, het toetsoordeel C, om die mogelijkerwijs nog naar B te kunnen brengen. Beste mensen. We hebben nog een kwartier, of iets minder dan een kwartier. Ik wil toch even een aantal dingen bespreken. Er zijn geanimeerde discussies over hoe en wat. Over het wel of niet verder toetsen. Dus volgens mij is de opdracht wel redelijk geslaagd. Ik wil toch een aantal dingen bespreken. Of misschien willen jullie een aantal dingen bespreken. Kijk hoor. Ah. Uitwerking. Even kort door de toetssporen heen. Misschien alleen macrostabiliteit. Daar zijn de meesten wel mee begonnen. De mogelijkheden om het toetspoor aan te scherpen. Behalve schematisering aanscherpen, zijn er nog andere zaken die, waar daar aan gedacht wordt? Toets op maat? Ja. Nee? Niet zo creatief? Het is maar net afhankelijk van wat je achtergrond is. Hè. Als je meer in de bekledingen zit, dan is het natuurlijk wat lastiger. Maar je zou ook kunnen denken aan die faalkansruimte verdelen, verdeling aanpassen. Lengte-effectfactoren zou je kunnen aanpassen. Je zou zelfs de vakindeling kunnen verkleinen of verfijnen. Dus dat je bepaalde vakken die slecht zijn, zeg van, nou ja, een deel van het vak is toch, denk ik, beter. Zou je kunnen opdelen. Dat zou je kunnen verfijnen daarin. Dus dat is een beetje bij een dergelijke toetspoor, geotechnische toetspoor, de mogelijkheden. In deze toets wordt ook gevraagd om te kijken van, nou ja, ik zal hem even erbij pakken. Wat zou je willen verbeteren? Ja, daar kan je gewoon in feite zelf bepalen van hoe en wat. Hè. Als je, het gaat ons erom dat je erover na hebt gedacht. Je zou bijvoorbeeld een eigen afweging kunnen hebben van al de sporen die onvoldoende zijn. Verbeter ik. Nou, in mijn geval heb ik niet alle sporen gedaan, of alle vakken gedaan die onvoldoende is. Met het idee van bij bijvoorbeeld vraag 3 om te komen tot een categorie op trajectniveau. Had ik voldoende aan om 4 vakken te verbeteren. En als je kijkt dan naar vraag, even kijken hoor, hoe reëel hè, bij vraag 4. Nou, in mijn geval was dat met die 4 sporen. Dan moeten, je ziet hier de verbetering, hier moet een factor 1000 verbeterd worden. Nou, dat gaat dan om instabiliteitsfactoren uitgegeven, gaat om 30%. Nou, 30%, dat is wat minder reëel en daar zou je waarschijnlijk ook minder aandacht, niet als eerste aan je aandacht besteden als je extra grondomzoek of je schematisering gaat verfijnen. Dus in mijn geval zou het een grote kans hebben dat ik in werkelijkheid dit niet haal. Die verbetering van de factor 1000 is niet reëel, omdat dat qua schade of stabiliteitsfactor een factor of 30% zou moeten zijn. Een verbetering van 30%. Maar gegeven dit verhaal kom ik wel op die categorie 3 op trajectniveau. Hebben hier mensen andere afwegingen gemaakt? Of wil iemand de afweging delen? Moeten we nou nog dan een keer kijken in het tabblad traject of dat ook klopt. Hè? Want hij laat niet zien wat... Je komt hier wel op vakniveau allemaal nu op geel. Ja. En dan moet je nog even op het einde controleren van klopt dat nou ook in. Dat doen we zo meteen. We kijken nu alleen even op trajectniveau van wat de verbeteringen zijn. Dus voor macrostabiliteit binnenwaarts. Nou ja, wat zou ik nog kunnen verbeteren en wat is reëel eraan? En de vraag was hier, nou ja, om te komen op categorie 3. En wat zou ik, welke vakken zou ik moeten verbeteren? Hoe zou ik daartoe kunnen komen? Dit is eigenlijk een voorbeeld voor een toetspoor in de groepen 1 en 2, waar je komt tot faalkansen, waar je dan ook de faalkansen werkelijk kan invullen. En die dus direct effect hebben op het trajectoordeel in ieder geval je toetsbeoordeel. De volgende is een toetspoor, steenzetting, uit groep 3. Hier. En daarvan is dit het rest. Ik moet wat kleiner kan, als het dan nog te zien is. Nou, daarvan was er een setje van 4 die onvoldoende zou zijn. Ja, het is maar net welke afweging je neemt. Ik zou zeggen, nou ja, bekijk ze alle 4. Een afweging kan bijvoorbeeld zijn, je moet dat bij een andere norm bekijken. Dus bij, of in ieder geval je toets op mate bij een andere norm. Dus je moet nog eens een keertje die norm tegenaan houden. Ja. Kan je niet tegelijkertijd die 4 vakken meenemen. Maar dat kan je hier niet uit de sheet halen. Maar dat zou een afweging kunnen zijn. Wat in steentoets natuurlijk ook te zien is uit het resultaat, is wat de afstand is tussen wat je nog moet halen. In de steentoets Excel sheet staat ook vaak aangegeven qua afmetingen wat de afstand is die je, of de afmetingen wat je nog benodigd hebt, wat je tekort komt. Daar kan je misschien ook het gevoel uithalen van, nou ja, is het reëel dat ik daar nog verder in toets of niet? Hoe zijn het twee keer dat ik de norm moet halen? Dat snap ik. Bij toetspoor groep 3 is het zo dat je niet met faalkansen werkt, maar dat je bij een bepaalde norm aan een bepaalde norm moet toetsen van een bepaalde categorie. Wil je bepalen of die aan een andere categorie moet doen, hè? Aan een andere categorie voldoet en aan dus de norm bij de betreffende categorie, moet je die berekening dus opnieuw uitvoeren. Dus daar zit gewoon meer inspanning in. Mag ik per faalmechanisme een andere norm kiezen? Voor categorie 3 zou dat dus kunnen. Ja. Als mijn STBI-sommen maak ik dan op de signaalwaarde? Nou, de STBI-sommen maak je niet zozeer op de signaalwaarde. Die grenzen worden weliswaar bepaald op basis van signaalwaarde en ondergrens. Maar je berekent bepaalde bij je gedetailleerde toets een bepaalde veiligheidsfactor uit. Ja, maar als ik dan volgens de andere norm doe, komt er andere faalkans uit? Nee, de normen staan hier voor de categorieën vast. En bij toetspoorgroep. Het is toch wel piping. Ja, die heeft ook op dezelfde wijze een bepaalde norm trajectniveau wat zich vertaalt in categoriegrenzen. Ja. De vertaling van mijn specialiteitsfactor naar de faalkans, daar zit je norm in. En als ik dan in plaats van de signaalwaarde naar de afkeurgrens ga. Nee, je bepaalt een bepaalde faalkans voor een bepaald vak. En die van die faalkans bekijk je in welke categorie deze valt. Het is niet zo dat je toetst bij de categorie groepen 1 en 2 aan een bepaalde eis. Dat doe je alleen maar bij de semi-probabilistische toets voor de categorie, of voor groep 3. Daar toets je aan een bepaalde eis als het ware. En die hangt weer samen aan een bepaalde norm. Ik zie jou kijken. Ja. Je toetst bij, in het verleden toets je bij macrostabiliteit en piping aan een bepaalde eis. Dat doe je nu niet. Je toetst niet aan een bepaalde eis. Je berekent een bepaalde faalkans uit en die controleer je daarna. Ja, klopt, maar die faalkans bepaal je aan de hand van jouw stabiliteitsfactor. En die bepaal je met 1 op 3000 of 1 op 10.000. De randvoorwaarde hydraulische belasting, die bepaal je bij officiële leringswaarde of je ondergrens. Dus daar zit een klein verschil in. Ah, zo. Plus de formule die je gebruikt om tot je faalkans te komen, daar gooi je bij piping ook die norm in. Is het zover dat? Volgens mij de laatste versie, de eerste versie niet. Volgens mij is de laatste versie dat wel ingebracht. Ja. En dan vraag ik me af, kan ik shoppen? Stel ik haal piping niet, kan ik dan zeggen, nou, weet je wat, voor piping kies ik niet de 1 op 10.000, dan ga ik voor de 1 op 3.000. Dat kan. Als er staat, een baby, als een baby staat norm, mag je zelf kiezen. Nee. Je moest dat doortoetsen of zo. Als je op de signaleringswagen zat en je kwam er niet uit, dan moest je afstand tot de norm aangeven. Je moet slim. Hoe dat werkt in het assemblage toe. Is het voor de... Volgens mij is voor de hydraulische belasting is gegeven aan welke norm je moet berekenen. Sommige dingen wel inderdaad, maar het is niet altijd. Ik zoek het even op en dan... Oké. Ga ik even verder. Dat was in principe steenzetting. Wat we daarbij de mogelijkheden ook nog kunnen bedenken in plaats van schematiseren, Harry. Je zou ook nog kunnen denken van het meenemen van een voorland als dat nog niet is gedaan. Daarmee kan je je hydraulische belastingen aanpassen en dat zou eventueel ook nog effect kunnen hebben zonder dat je de norm hoeft aan te passen. Ja? Ik heb nog wel even een vraag over dat, want ik ben steeds bij die bijeenkomst geweest en eerst zou je toetsen aan de signaleringswaarde. En toen kwam het begrip ondergrens op en toen was er allemaal verwarring. En toen zei men van, je toetst aan de signaleringswaarde, maar als je niet uitkomt, ga je verder toetsen met je ondergrens. Maar dus dat hoeft toch nou, moet dat dan nou nog, want dat staat toch hier al in? Ik zit toch niet twee appels daarbovenin? Nee, waar Mark over heeft is in principe het bepalen van die hydraulische belastingen. En ja, ik weet dat niet uit mijn hoofd. Ik weet niet of Ferdinand dat weet, welke norm of welke van de twee? Welke van de twee? Er is volgens mij politiek altijd gesproken over de norm. Ja, dat is een beetje vaag. En de norm die staat in de wet. Staat dat de norm de signaalwaarde is, want dan moet je, als je daar niet aan voldoet, melden aan de minister. Ja. Als je vervolgens niet voldoet aan de ondergrens, dan is het basisveiligheidsniveau wat afgesproken is eigenlijk als doel van deze norm, wordt dan niet meer gehaald. Nou, deze discussie blijft nog wel een paar keer naar voren komen, maar als ik de wet lees, moet ik expliciet melden of een traject voldoet, als niet voldoet aan de signaalwaarde. Wat stop je hierin? En dat is dus wat we kunnen integreren als een norm. Je stopt dit niet zozeer hierin, hè? Waar we hier over hebben is hoe bepaal je de hydraulische belasting. En dat is blijkbaar dus op te zien signaleringswaarde. Nou ja, ik ben het eens met, maar zo staat het niet hard aangegeven. Nee. Dat vind ik, persoonlijk vind ik dat een gebrek. Dat zou gewoon expliciet aangegeven moeten zijn. En bij een aantal toetssporen is het inderdaad zo dat je behalve de signaleringswaarde ook op andere normen de hydraulische belastingen bepaalt om die afstand tot de norm te kunnen bepalen. Het is wel belangrijk om te beslissen wat je hier... Wat je hier doet is in principe er wordt gewoon gegeven de signaalwaarde als ondergrens gebruiken. Maar hoe je de toetsing, dus de beoordeling, de toetsing van een aantal sporen, wat je daar qua hydraulische belastingen uitrekent, dat is in feite wat Hans aangeeft. Het heeft in feite iets minder met het assembleren te maken. Wel uiteraard voor de beoordeling. Mag ik dat even parkeren? Want, nee. Ik vind het te leuk om op te lezen. Hans, gaat voor jouw tijd af. En van jullie allemaal. Om de werkzaamheden en inspanning die voor de beoordeling geleverd moeten worden af te stemmen op de risico's voor de veiligheid, wordt het in sommige gevallen aan de beheerder overgelaten om de afweging te maken tussen een beoordeling op basis van de signaleringswaarde of de ondergrens. In deze gevallen staat in de tekst het woord norm. En dat zie je heel vaak bij de beoordeling staan, de norm. In de gevallen waar de keuze niet aan de beheerder is, wordt de term signaleringswaarde of ondergrens gebruikt. Ja. Dus dat betekent dat ik zelf mag kiezen 3 of 10.000. Nee. Ja, je mag het kiezen, maar het blijft gewoon zo dat zodra je door de signaalwaarde heen zakt, je het moet melden aan de minister. Dat staat in de wet. Dus als jij door de ondergrens heen zakt, ben je ook al door de signaalwaarde heen gezakt. Ja, en maakt het dus verder niet uit. Nee. Geeft het alleen maar aan dat je daarmee uiteindelijk misschien zelfs zo ver van die ondergrens af zit, door die ondergrens gezakt bent, dat je zeer ver, zeer ruim vanaf zit en heel urgent moet gaan versterken. Prima, dat kan dus allemaal. Dat mag allemaal. Maar als je er niet, of niet aan de ondergrens, door de ondergrens zakt, wil dat dus niet zeggen dat je daarmee niet door de signaalwaarde bent gezakt en dus aan de minister moet melden. Ja, en die vraag hebben we dus gesteld aan de helpdesk. Ja. Inderdaad, ook in mijn in het assebliatieprotocol. Mijn vraag was, moet ik dan twee assebliatieprotocollen maken? Eentje voor de 10.000 en eentje voor de 3.000 versie. Toen zei ze nee, want de klassen zijn zo ruim. Waarschijnlijk val je dan toch, blijf je binnen. Mag ik daar zo meteen even op terugkomen? Dan kom ik wel bij het rapporteren. Graag. Maken we dit nog even af. Ik denk nog even 5 minuten nodig. Ik wil één ding wel laten zien op toetspoor of op trajectniveau. Voor het buiten gasafschuif buitenfluit is er ook gevraagd, en ook voor de kabels en leidingen. De reden daarvoor is dat dat verschillende groepen zijn. En het idee van deze case was dat je daarmee ook nadenkt van nou ja, de mogelijkheden per groep is anders. En haal je niet direct uit de assemblagestoel. Wat ik nog wel even wil bespreken is dan op trajectniveau. Dat is dit verhaal. Zou je de genoemde 4 toetsporen door hebben gelopen, dan zou je op een dergelijk resultaat uitkomen. Dus de vraag was bijvoorbeeld bij macrostabiliteit binnenwaarts om op categorie 4 te toetsen, of op categorie 3 uit te komen. En dan zou je in plaats van C, waar we begonnen, zou je uitkomen op B. En bij op trajectniveau is er ook nog een vraag van, wat zou je nog meer kunnen doen op trajectniveau? Heeft iemand daar nog naar gekeken? Of is niemand daar aan toegekomen? Ja, vraag 15. Ja, we hadden naar 15, we hadden naar piping gekeken. En probeerde die faalprogramma's te gebruiken. Als je de piping op trajectniveau kijkt, dan zou je desnoods met toetsenmaat een vak kunnen goedkeuren. Ja, dan kom je volgens mij op waarde uit al een dergelijke faalkans. En het idee was om in de faalkansruimte dingen aan te passen? Wat? Nee, ik weet niet of het goed gedaan is. Als je de piping kijkt op trajectniveau. Ja. In principe zouden we... Ik weet niet of dat... Dat was niet de vraag, maar goed, dat... Ja. Ik dacht van, even kijken, ik weet het niet verder. Er waren heel veel trajecten die waren eerst niet. Piping was niet gevraagd om nog na te bekijken. Daar heb ik fictieve waarden ingevuld om te komen op categorie 3. Er waren heel veel vakken waren niet geclassificeerd op waren. En op het moment dat ik toets op maat deed, dan werden ze goedgekeurd. Dus er was één vak die was niet, die zorgde ervoor dat piping eigenlijk negatief uitkwam. En toen dacht ik, nou ja, als ik toets op maat doe, dan komt alles positief uit. En dan kan je die foutkansruimte van piping gebruiken. Ah, oké. Maar goed, in dit geval is er al toets op maat uitgevoerd en komen we uit op trajectniveau 3, dus je hebt niet zo heel veel ruimte in. Nee, je kunt schuiven met de vouwkansen inderdaad. Ja, nou het idee is eigenlijk, wat ik eerder heb proberen aan te geven, als we kijken naar de toets voor groepen 2 en 3 op trajectniveau. Dat zijn in feite de sporen waar je een ander oordeel zou kunnen krijgen. Dan is het verleidelijk om te zeggen van ik ga de faalkansruimte van de groepen 1 en 2 ga ik herverdelen. En het idee was in vraag 16 om dan die herverdeling uit te voeren. En dan zou daar uitkomen dat er in feite geen ander oordeel uitkomt. En de reden daarvoor is omdat die herverdeling, want in principe bij het bepalen van je veiligheidsoordeel wordt er al rekening mee gehouden met de faalkansen van de afzonderlijke toetssporen in groep 1 en 2. En daarmee heeft het geen zin om de faalkansruimte binnen groep 1 en 2 her te verdelen, want daar wordt al rekening mee gehouden. Dus als je iets wil herverdelen, dan moet het komen uit, gaan we naar het lijstje met faalkansbegroting, dan moet het komen uit de toetspoorgroepen 3, dat je daarin uitwisselt. En als je kijkt naar de faalkansruimtefactor van die groepen 3, 0,05 en 0,05, dat is zodanig beperkt. De vraag is van of je met het verplaatsen of het herverdelen van die faalkansruimte, of je daarmee voldoende wint. Ik begrijp niet helemaal. Dus je kan dus niet de faalkansruimte uit groep 1 benutten? Die benut je al. Bij het optellen van de verschillende, faalkansen van de toetssporen groep 1 en 2, waar je dus de faalkans uitrekent, benut je al die ruimte die daar aanwezig is. Kingszoen, toch even vragen dat kun je het blad met het resultaat nog een keer terughalen? Ja, want ik zie daar iets heel vreemds in. Maar geldt dat in zijn algemeenheid of alleen in dit geval? In het algemeen. Als ik kijk naar de norm, de signaalwaarde, dan is die 3,31 tot max 4. Ja. Als ik kijk naar de benaderde faalkans, dan is die kleiner. Ja. En toch scoort hij een B. Dat klopt. Die eigenlijk een A zou moeten scoren. Nee. Want we nemen alleen uit groep 1 en 2, dat zijn de grenzen die hier genoemd worden. Dit zijn de grenzen die op trajectniveau genoemd worden. Dus die A, B en C. Als we alleen kijken naar groep 1 en groep 2, de faalkansruimte in groep 1 en 2, levert dit de grenzen op bij de betreffende categorie. Dus de faalkans, de benaderde faalkansruimte voor groep 1 en 2, vergelijk je met de grenzen die hier worden beschreven. Stel dat je het vergelijkt met de trajectnormen, dan soupeer je in feite ook de faalkansruimte die in groep 3 aan toegekend is. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Tenzij je zegt van, die hebben geen faalkansruimte nodig. En dat is de enige plek waar je bij de herverdeling ruimte zou kunnen vinden. We hebben ze dus verschoven en we hebben wel alles groen gekregen. Nee, nou laat ik een voorbeeld doen. Ik weet niet wat je gedaan hebt. We hebben hier nu een bepaalde faalkans. We hebben nu een bepaalde categorie en een bepaalde faalkans. Ik doe één ding om het even aan te tonen van hoe we wat. Nog steeds B. Zal ik nog even wat we hebben veranderd? Oké. Kun je dat duidelijk? Ja? We hebben de piping dan op 40% gezet. En GEK leden is het kruin en binnendrukt op 0,08. Die hebben we helemaal omlaag. Dit heb je op 0,4. 4, ja. Die fout nog niet. En dan? GEKB op 0,08. 0,8. Dan gaan we naar. Nou ja, we hebben dan, met STBI hebben we niks gedaan. Alleen, dan kom je nog steeds op dezelfde B uit. Klopt, nee, maar ze zijn er toen vanuit gegaan dat we STBI opgelost hadden. Dus, dat we die geoptimaliseerd hadden. Dus bij vraag 1 dachten we, oh, dat gaat wel lukken. En toen zaten we alleen met piping. En die hebben we hiermee opgelost. Dus een beetje van GKB overhevelen naar piping. En zo hebben we hem op A. Ja, oké, maar dan was het in feite al A. Dan heb jij meer aangepast dan... Nee. Toen was hij natuurlijk B op basis van piping. Alleen piping hebben we nu extra ruimte gegeven. Nee, dat zal geen effect moeten uitmaken. Omdat de faalkansruimte die dus voor groep 1 en 2 beschikbaar is. Ja, nee, ik wil zo meteen even kijken. Want dat is natuurlijk het hele verhaal wat ik hier wil vertellen. Dat geen effect heeft. Maar als dat dus wel effect heeft, ben ik wel zeer benieuwd van hoe en wat. Dus ik kom zo meteen nog wel even kijken. Maar dit is in feite de case. Zijn er nog andere vragen? Creativiteit van de inspectie, goed. Waarom, als je toch niks aan hebt om 1 en 2 iets te wijzigen, waarom is dat überhaupt een verdeling daarvoor maken? Je suggereert dat er iets mee kunnen. Je zou in de methodes zoals Ferdinand Slocht het heeft uitgelegd, daar levert het in principe op deze manier niets op, omdat je het gewoon combineert. Het feit dat we dus met faalkansen uitrekenen, dat is een grote winst. Dus in feite heb je die ruimte al verdisconteerd. Je hoeft het niet meer her te verdelen, je hoeft dus niet meer die herverdeling te doen. Dus die winst heb je zeker met deze methode gepakt. Alleen je hoeft er niks extra's voor te doen. Dat is een beetje ook historische groei. Er was eerst gezegd van in 2019 gaan we iets bij IR doen. Nu houden we het per vak. Dus omdat we per vak doen, willen we al die vakken iets aan de faalkant vergroten. Toen kwamen vorig jaar, toen zijn we een stage van doen. Toen hebben we dat gepresenteerd. En toen kwamen mensen als Hans die zeiden ja, dan krijgen we heel veel grijs. Dan moeten we daarmee. Dat was jammer. Toen zijn we eigenlijk gaan werken en laten we dan met benadering aan de faalkant werken. Dan kunnen we gewoon meer informatie gebruiken en dan kunnen we die grijze vakken zorgen dat het op 2 niveau die grijze kleur eruit halen.